Christen, hoe zie jij God? Zie jij God als heilig? En leef jij dan ook alsof hij heilig is? Of zie jij God als anders en leef jij daarom ook alsof God anders dan heilig is? God laat door zijn heiligheid zien wie hij is. Hij laat zien dat hij van je houdt, dat hij jou bij zich wil hebben en dat hij jou wil helpen om aan die lat van heilig te voldoen. We mogen Gods karakter gaan leren kennen, jij. U en ik mogen Gods karakter beter gaan leren kennen. En we mogen zien dat God heilig is. Leer hem kennen. Laat hem openbaren wie hij is. En wat hij zegt, zodat je zal zien en zal leven naar het feit dat hij heilig is. Mijn naam is Casper de Haan. Ik heb het voorrecht om te dienen in de kerk hier in het dorp waar ik woon. En een van mijn grootste passies is het woord van God onderwijzen. Maar ook leren hoe je het woord van God nou beter leert kennen. En dat betekent dus. Dat we soms gaan kijken naar hoe het woord te bestuderen. Dat we soms door moeilijke boeken of hoofdstukken heen gaan. En dat is ook waar we nu een begin aan gaan maken. We zijn bezig met de studie door Leviticus. We zijn vers voor vers daarmee bezig. En we komen nu bij Leviticus 11 tot en met 15. Waarin God voedselwetten en andere wetten gaat geven. Maar de vraag is dan, is dit voor mij? Wat moet ik hiermee? En hoe moet ik hier überhaupt naar kijken? Nou, vandaag wil ik een begin maken dus aan deze hoofdstukken en wil ik kijken naar de boodschap die God hier doorheen laat zien. De boodschap die hij laat zien is heel relevant. Want Petrus schrijft bijvoorbeeld in 1 Petrus 1, vers 15 en 16: Zoals hij die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven: Wees heilig, want ik ben heilig. Petrus citeert hier bij dit laatste stuk Leviticus 11 en Leviticus 19. En zeker dus ook het stuk waar we aan gaan beginnen in de studie in Leviticus. Dit citaat legt het fundament voor ons begrip van heilig. Wij christenen horen dus vandaag de dag, omdat Petrus het ook nog eens citeert in het Nieuwe Testament, horen heilig te zijn. Heiligheid hoort de lat te zijn waarmee wij, de, waarmee wij denken. Heiligheid hoort ons denken te gaan regeren, omdat God heilig is. God zegt namelijk over zichzelf dat Hij heilig is. En dat hoort iets met ons te doen. Dat hoort te bepalen hoe wij leven, hoe wij ons leven zien, hoe wij God zien, hoe wij onszelf zien. En ons leven hoort bepaald te worden door God en door wie Hij is, niet door de wereld, ons eigen denken of zelfs door de situatie waarin wij zitten. Wij horen bepaald te worden. Bij wie God is en hoe God wil dat bepaalde dingen gaan. Wie hij is hoort de standaard te zijn. En dat is wat ons leven hoort te leiden. In 1 Petrus 2 schrijft Paulus dat wij nieuwtestamentische priesters zijn. En als priesters hebben wij een taak van God gekregen. We hebben in Leviticus 10 hebben wij de taak gezien die God meegaf aan de Levitische priesters: een taak die hij gaat uitwerken in Leviticus 11 tot en met 15. Een taak waarbij zij van God hele specifieke dingen moesten doen. En God stelt ze in Leviticus 11 tot en met 15 in staat om dat te doen. En om te begrijpen hoe de opdracht vanuit Leviticus van toepassing is op ons vandaag de dag. Moeten we eerst even dus een stap terug doen en kijken wat God in Leviticus 10 tegen zijn priesters geschreven heeft. Of de opdracht die hij daarmee gegeven heeft. In Leviticus 10, vers 8 tot en met 10 staat het volgende: De Heere sprak tot de Aaron. Wijn en sterke drank mag u niet drinken. U niet en uw zonen met u ook niet. Als u de tent van ontmoeting binnenkomt, opdat u niet sterft. Het is een eeuwige verordening al uw generaties door. Zowel om onderscheid te maken tussen het Heilige en het Onheilige, tussen het Onreine en het Reine. Dit is. De opdracht die God aan zijn priesters meegaf. Zij moesten onderscheid maken. Onderscheid maken tussen het heilige en het onheilige. Tussen het onreine en het reine. En deze taak moesten de priesters heel serieus nemen. Omdat het een taak was die Israël in staat stelde om een relatie met God te kunnen hebben. Om bij God te kunnen komen. Om God te kunnen dienen. Om het volk te kunnen zijn waarvoor God hen geroepen heeft. Dus deze taak moesten zij heel goed uitvoeren. Alleen God had nog niet alles verteld over wat heilig en wat niet heilig was. Over wat onrein en wat rein was. En Leviticus 11 tot en met 15 zijn dan de hoofdstukken waarin God aan zijn priesters uitlegt hoe onderscheid te maken. God geeft zijn priesters een opdracht die ook voor het volk geldt. En hij voorziet in alles dat nodig is om deze taak uit te voeren. En we zien vanaf Leviticus hoofdstuk 11 dat deze opdracht uitgevoerd moet worden. Want helemaal hier aan het einde van Leviticus 11, in vers 46 en 47, dit is de wet met betrekking tot de dieren, de vogels en alle levende wezens die in het water krioelen en alle wezens die zich op de aarde voortbewegen. Om onderscheid te maken tussen het onreine en het reine. En tussen de dieren die men eten. En de dieren die men niet eten mag. God geeft zelf dus al aan dat het gaat om onderscheid te maken. We moeten dus leren zien, of de priesters in dit geval moesten leren zien, wat wel en wat niet naar Gods wil was. En God wilde dus dat de priesters in staat waren om onderscheid te maken tussen wat wel en wat niet heilig was. Wat wel en wat niet naar Gods wil was. Nou, bij Becomendator Raas heeft het volgende gezegd. De volgende hoofdstukken gaan over het probleem van verontreinigd worden. Categorische beslissingen nemen tussen rein en onrein, zoals opgedragen in Leviticus 10:10. 10, in de grote gebieden van het leven, namelijk eten in hoofdstuk 11, de geboorte van een kind in hoofdstuk 12, huidziekten en schimmels in hoofdstukken 13 en 14, en vloeien van het lichaam in hoofdstuk 15. En nou, God leert zijn priesters. En de priesters moeten dat daarna doorgeven aan het volk. Waar het volk van weg moet blijven. Hoe het volk met bepaalde situaties moet omgaan. Hoe te reageren wanneer iets gebeurt. Maar vooral ook hoe uiteindelijk weer terug te komen bij God. Want God wil dat alle individuen van Israël bij Hem komen. Dat zij het licht voor de naties zijn. Dat zij laten zien aan de wereld om hen heen dat zij anders zijn. Maar God weet ook dat zij een mate van onreinheid tegenkomen. Dat zij situaties zullen tegenkomen waardoor zij onrein zullen worden. Zij het moreel door bewust dingen te doen. Zij het ceremonieel doordat er dingen aan de hand zijn waardoor ze op dat moment even niet bij God in de tempel mogen komen. Het is bijvoorbeeld ook niet slecht om ceremonieel onrein te zijn, helemaal niet. Want het is bijvoorbeeld niet slecht wanneer een vrouw een kind krijgt, zoals we in hoofdstuk 12 gaan zien. De, de vrouw krijgt van God een periode van x aantal dagen, 33 of 66, waarin zij ceremonieel onrein is. Nogmaals, dat betekent niet dat ze gezondigd heeft, dat betekent dat ze een periode van rust krijgt om niet in de tempel te hoeven komen, waarin ze mag genieten van haar kind, van haar pasgeboren kind. ...en waarin zij bij mag komen... ...in de plaats van ook nog... ...weer bezig moeten zijn met dienen. Ook wanneer een vrouw haar maandelijkse periode heeft... ...daar spreekt hoofdstuk 15 ook over... ...is ook niks slechts. Maar het is juist goed om een vrouw dan de rust te geven... ...dat ze niet naar de tempel moet... ...maar dat zij juist de tijd mag nemen... ...om haar lichaam te laten herstellen... ...van wat er maandelijks gebeurt. Ook is het vloeien bij de man... Wanneer er seksuele activiteit plaatsvindt binnen een huwelijk, geen probleem, hoofdstuk 15. Of dat maakt ook niet vies in Gods ogen. Er is een ceremoniële onreinheid die gewoon hersteld kan worden, waardoor de persoon weer bij God kan komen. En het herstel van ceremoniële onreinheid is vaak wassen en/of tijd. Daar zit geen offer aan of iets, iets van die En God stelt deze regels in voor zijn volk. Deels vanuit hygiëneperspectief, deels voor ceremoniële doeleinden. Maar wat hij bovenal doet, is dat hij Israël laat zien dat hij heilig is. Dat hij de standaard op een bepaalde plek legt. En dat zij mogen leren leven naar zijn standaard van heiligheid. God zegt niet voor niets in Leviticus 11, vers 45. Want ik ben de Heer die u uit het land Egypte heeft laten vertrekken. Opdat ik u tot een God ben. U moet heilig zijn, want ik ben heilig. We zien hier ook dat dit is wat Petrus citeerde in 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 15. Maar wat we hier zien is dat God hier het doel weergeeft. Hij zegt, u moet heilig zijn, want ik ben heilig. Dat is wat God wil. Hij wil dat zijn volk heilig is, heilig leeft, omdat hij heilig is. En het woord voor heilig in Leviticus, ik zal het weer op het scherm zetten, is het woord kadosh. Dat kan je in bron 1 van de videobeschrijving vinden. En het woord kadosh betekent apart gezet. Het betekent apart gezet van iets. En in Exodus 19 komt dit woord kadosh voor het eerst voor. En het geeft ook gelijk een mooie uitleg van wat het betekent. Als we lezen in Exodus 19, vers 1 tot en met 6, dan staat daar het volgende: In de derde maand, op dezelfde dag dat de Israëlieten uit het land Egypte waren vertrokken, kwamen zij in de woestijn Sinaï. Zij braken op vanuit Rafidim. Kwamen in de woestijn Sinaï en sloegen hun kamp op in de woestijn. Israël sloeg daar zijn kamp op tegenover de berg. Toen klom Mozes omhoog naar God en de Heere riep tot hem vanaf de berg: Zo moet u tegen het huis van Jacob zeggen en de Israëlieten verkondigen. U hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe ik u op Arends vleugels gedragen heb en u bij mij gebracht hebt. Nu dan, als u nauwgezet. Mijn stem gehoorzaamt en mijn verbod, verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. En het woord heilig hier is dus dat woord kadosh, wat hier voor het eerst voorkomt in de Bijbel. En wat God zegt is hij zegt, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt, dan zult u mijn volk, uit alle volken, mijn persoonlijk eigendom zijn. Israël wist dus dat ze zich aan Gods woord moesten houden, dat de lat was Gods wetten en Gods stem gehoorzaam. Dan zullen ze Gods eigendom zijn. En wat je dan ziet gebeuren, is dat God uit alle volken Israël eruit pakt. En hen tot zijn persoonlijke eigendom maakt. Ze hebben een speciale plek. Apart gezet van de rest, uitgekozen in Gods ogen. En dit is dan waar het om gaat. Dit is wat heilig betekent, apart gezet van andere dingen. Voor een bepaald doel, namelijk het dienen van God. Het zijn van Gods volk. En Israël moest dus als volk gaan kiezen om voor God te leven. Waar ze in Exodus 19 ook voor kozen. En de impact op het volk, maar ook op het individu, zien we bijvoorbeeld in Leviticus 11 tot en met 15, waarbij God de lat voor het dagelijkse leven neerlegt. In deze hoofdstukken, Leviticus 11 tot en met 15, laat God zien wat het betekent om heilig te zijn, wat het betekent om zijn volk te zijn, om heilig te leven, heilig te kiezen, heilig te laten. En heilig leven is daarmee de standaard die God voor zijn volk heeft. Maar dit is ook een standaard die te hoog is om zelf te kunnen halen. En dat is waar het begin van Leviticus weer zo belangrijk wordt. Leviticus hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 7. Waarin de offers worden uitgelegd. Want deze offers zijn nodig op het moment dat een mens faalt in het leven naar Gods standaard. Want het is niet te voorkomen dat wij mensen de wet gaan overtreden. Het is niet te voorkomen dat wij gaan falen ten opzichte van de wet. Want wij zijn niet perfect. Maar God weet dat wij vergeving nodig hebben. En daarom gaf Hij het offersysteem. En wat we zien door Leviticus heen is dat God praat over zijn heiligheid. En wat er nodig is om bij Hem te komen. Omdat Hij heilig is en God laat zijn heiligheid zien aan het volk, aan de priesters en hij laat zien op basis van alles dat hij heilig is en dat dat impact wordt te hebben op hoe er geleefd wordt voor hem maar wat heel erg belangrijk is en wat wij ons moeten beseffen over het idee van heilig is dat dit niet een nieuw testamentisch of alleen maar een oud testamentisch iets is God zegt bijvoorbeeld wel in Malachi 3 3:6, want ik de Heeren ben niet veranderd, u de kinderen van Jacob bent daarom niet omge omgekomen. God bevestigt hier tegen een opstandig volk die niet naar Hem luisterde, die Zijn woord afwees, dat Hij niet verandert, dus daarmee dat de standaard van Zijn woord niet veranderd is, en daarmee dat Israël faalde in het leven naar Zijn wil op dat moment. Maar dit staat niet alleen in het Oude Testament. In Hebreeën hoofdstuk 13, vers 8 staat hetzelfde: Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. En wat dit ons leert, is dat God onveranderlijk is. Dat God onveranderlijk is in al zijn eigenschappen. Dus als God in Leviticus 11:45 ons leert dat Hij heilig is. En Hij ons leert in Maliachie 3:6. En in Hebreeën 13, wat we nu op het scherm hebben staan, dat God onveranderlijk is, dat Hij dezelfde is, dan is God onveranderlijk in al zijn eigenschappen. Gods liefde is onveranderlijk, Gods genade is onveranderlijk, Gods rechtvaardigheid is onveranderlijk. Maar ook zijn heiligheid is daarmee een onveranderlijke eigenschap van God. En het feit dat die eigenschap er een van God is, het feit dat God onveranderlijk is, onveranderlijk heilig is, wordt impact te hebben op hoe wij leven en op hoe wij keuzes maken als mensen. Als we weer kijken naar 1 Petrus 1, het stuk dat we al gelezen hadden, dan zien we als we de grotere context pakken, namelijk vers 13 en 14 erbij van wat Petrus zegt. Dan staat daar het volgende: Om God daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar, zoals hij die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven: Wees heilig, want ik ben. Heilig. Nou, Petrus laat ons dus hier zien dat de eigenschap van God dat Hij heilig is, een blijvend iets is, maar vooral ook dat het impact wordt te hebben op wat wij doen. Hij zegt dat we niet langer gelijkvormig moeten zijn aan de begeerten die we vroeger hadden. Hij zegt dat we nuchter moeten zijn en op God moeten hopen in de plaats van op andere dingen. En hij schetst een contrast, ik zal het weer op het scherm zetten, hij schetst een contrast tussen de begeerte die er vroeger waren en de heiligheid van God. En dat zien we aan het woordje maar aan het begin van hoofdstuk 15. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Daarmee wordt er een contrast geschetst tussen het een en het ander, tussen wat er eerst en daarna gezegd wordt wij de kerk mogen leren dat God nog steeds heilig is, dat de standaard nog steeds heilig is en dat wij dus ook heiligheid nodig hebben om bij God te kunnen komen. Leviticus 11 tot en met 15 laten zien dat God heel precies is over wat hij wel en niet wil, over wat wel en wat niet naar zijn wil is, over wat wel en wat niet heilig is. En hij wil dat zijn priesters daar onderscheid in kunnen maken. En dat ze dit onderscheid doorgeven aan het volk, zodat het volk heilig zal gaan leven naar zijn standaard. Hij wil namelijk dat het volk bij hem komt. Maar hij wil ook dat de standaard van heilig blijft staan. Maar het feit dat God deze lat neerlegt voor de priesters is voor ons vandaag relevant. Want in 1 Petrus hoofdstuk 2, 1 hoofdstuk na dat Petrus dus opgedragen heeft eh, om heilig te zijn zoals God heilig is, schrijft Petrus het volgende in vers 5 en vers 9. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Maar, vers 9, u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugde zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft, tot zijn wonderbaar licht. En wat Petrus hier zegt is dat wij een heilig priesterschap zijn, in vers 5. Dat wij een koninklijk priesterschap, een heilig volk zijn. En door dat heilige priesterschap ligt er een link naar wat er gebeurt in Leviticus 11. Tot en met 15. Op basis van de opdracht in Leviticus 10. En hierdoor zien we dat de link tussen God zijn kerk en heilig. Iets is dat God al vastlegt in Leviticus. God laat al zien dat heilig de standaard is, maar dat we dat zelf nooit kunnen halen. En we mogen dus leren vanuit onder andere Leviticus. Dat God geïnteresseerd is in de details van ons leven en dat we ook in die details heilig horen te zijn, zoals Hij heilig is. Want God gaat hierin echt over de dagelijkse dingen, over de normale dingen, gaat Hij laten zien dat heilig de standaard is. Hij gaat praten over eten, heilig eten in hoofdstuk 11. Hij eist heilig eten van zijn volk. Hij eist heilige omgang met en voor vrouwen die net een kind gebaard hebben in hoofdstuk 12. Hij eist heiligheid als het gaat om huidziektes in hoofdstuk 13 en 14. En de omgang met schimmel in het huis in hoofdstuk 14. En hij eist heilige omgang met vloeien bij man en vrouw op seksueel gebied. Binnen een huwelijk nogmaals. En bij vrouwen omtrent een maandelijkse periode. Allemaal in hoofdstuk 15. Dit zijn dagelijkse dingen. waarin God duidelijk wil maken. dat heilig altijd de standaard is. In het dagelijkse. Wil God dat wij zien dat hij heilig is en dat wij daarom heilig moeten zijn? En God is een God van de details en van de grote dingen. Hij laat ons namelijk zien dat hij heilig is, het grote plaatje. En daarnaast gaat hij in op de details waarin hij wil dat wij heilig zijn. En wat we zien hier doorheen is dat God zelf heilig is. Dat heb ik al heel vaak herhaald. Dat hebben we gezien in Leviticus. Als kerk mogen wij dus leren dat Hij heilig is. En door Jezus offer aan het kruis hoeven wij ons niet meer aan de specifieke voedselwetten te houden en aan alle details van wat we in Leviticus 11 gaan lezen. Jezus zegt het volgende over de wet in Matthäus hoofdstuk 5. Denk niet dat ik Jezus gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want voorwaar ik zeg. Totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één Jota of titel van de wet voorbij gaan, totdat het alles geschiet is. En een Jota of een titel, dat gaat om de allerkleinste letter in het Hebreeuwse of Griekse alfabet. Een letter, de Jota in het, in het Hebreeuwse alfabet, is letterlijk een komma, een apostrof aan het einde van het woord. En het voegt niet altijd iets toe aan de betekenis, maar zelfs iets wat zo klein is als een Jota, zal niet voorbij gaan. Aan het woord van God. Zo gedetailleerd is God over zijn woord. Vers 19 Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u: als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Nou bedenk, de fariseeën en de schriftgeleerden probeerden naar de standaarden te leven die we in Leviticus lezen. Zij probeerden naar die lat van heilig te leven en Jezus zegt alsnog dat onze gerechtigheid groter moet zijn dan hun gerechtigheid. En hoe kunnen wij daar naar leven nou? Jezus zegt dat hij de wet en de profeten vervuld heeft. Jezus zegt dat we niks mogen afdoen aan die wet, dus de lat van heilig ligt er. En we kunnen dus de lat van heilig niet verlagen. We kunnen niet zeggen, u bent heilig, maar ik neem genoegen met minder in mijn leven. God is heilig, God verandert niet. En dat betekent dat wij heilig horen te leven in elk detail van ons leven. Maar laten we eerlijk zijn, dat staat lijnrecht tegenover de cultuur van vandaag de dag. Zelfs in de kerk hoor je steeds minder over het onderwerp heilig. Heiligheid, Godsheiligheid over heilig leven. Er zijn gelukkig nog bijbelgetrouwe sprekers die dat wel doen. Prijs de Heer daarvoor. Daar hebben we er meer van nodig in ons land. Maar je hoort steeds meer in de kerk over wat jij wil. Over wat jij belangrijk vindt. Over tijd voor jezelf en tijd voor jou in de plaats van de heilige omgang met dingen. God heilig dienen. Heilig omgaan met je tijd. Heilig naar een man of een vrouw kijken, heilig naar het huwelijk kijken, heilig naar geld kijken en met geld omgaan. En wat er gebeurt is dat de standaard verlaagd wordt en dat we God in al zijn heiligheid aan de kant schuiven. En wat dit laat zien is dat wij als kerk zo vaak God niet echt meer kennen voor wie hij is. Want als we kijken in zijn woord. Dan zien we bijvoorbeeld in Psalm 99, vers 9. dat God over zichzelf zegt dat hij heilig is. God zegt hier door de psalmist heen: Roem de Heere onze God. Buig u neer voor zijn heilige berg. Want heilig is de Heere onze God. Gods heiligheid maakt het hem waard om aanbeden te worden. Dat zien we ook in Openbaring 4. Waarin. De vier dieren. en hun werken zichtbaar worden. De vier dieren hadden elk vers 8 voor zich zes vleugels rondom. en van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige. die was, die is en die komt. Al deze vers en nog veel meer, want er zijn er veel meer. Laten zien dat de God heilig is. Dat de God apart gezet is. Dat Hij de standaard is. En wat we weten vanuit Gods woord. is dat er twee soorten dingen in het universum zijn: de dingen die heilig zijn, de dingen die God zijn. en de dingen die niet heilig zijn, de dingen die niet God zijn. En wij mensen vallen onder de tweede groep. Want wij zijn zondaren. Wij zondigen en door onze zonde maken wij scheiding tussen onszelf en God, zoals ook Jesaja 59 ons leert. Maar daarom is het zo belangrijk dat wij het kruis van Jezus Christus hebben ontvangen. En dat Jezus aan het kruis voor ons volgens Hebreeën 13 het volgende gedaan heeft. Hebreeën 13,12 Daarom heeft ook Jezus om door zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. Dit is de basis die God ons gegeven heeft. Dit is het fundament waar wij op kunnen bouwen om heilig te leven. Dit is een positie die wij van God gekregen hebben. Op basis van Jezus werk. Niet op basis van wie wij zijn, wat wij kunnen, wat wij gedaan hebben. Maar op basis van wie hij is en hoeveel hij van ons houdt. Bijbelcommentator Warren Wiersbe heeft het volgende gezegd: Gods heiligheid is een essentieel onderdeel van zijn natuur. Dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is, zoals 1 Johannes 1:5 leert. Alle heiligheid die we in ons karakter en gedrag hebben, moet afgeleid worden van Hem. Geheiligd zijn betekent om apart gezet te zijn voor Gods exclusieve gebruik en plezier. Het betekent afgescheiden zijn van alles dat onrein is en totaal toegewijd zijn aan God, zoals 2 Korinthe 6, vers 14. Tot en met 2 Corinthi 7, vers 1 ons leert. We horen heilig te zijn in al onze gesprekken en ons gedrag, zodat alles dat we doen Gods heiligheid reflecteert. Voor een toegewijde gelovige bestaat er niet zoiets als seculier en heilig. Ons hele leven is heilig, aangezien we leven om God te verhogen. Zelfs de normale dingen als eten en drinken kunnen gedaan worden tot Gods eer, zegt 1 Corinthi 10, 31. En als iets niet gedaan kan worden tot glorie voor God, dan kunnen we er zeker van zijn dat het niet de wil van God is. Dit citaat laat ons zien dat de lat van heilig in elk aspect, in alles ons denken ook moet gaan regeren. De normale dingen als eten en drinken moeten gedaan worden tot Gods eer. En op basis van wat Jezus voor ons gedaan heeft, mogen wij, die vanuit onszelf niet heilig zijn, Leren om heilig te leven tot Gods eer. We mogen leren leven naar Gods standaard. We mogen leren om in alle details van ons leven heilig als standaard te gaan hebben. En Leviticus 11 tot en met 15 gaan dan ook precies hierover. Over de details van het dagelijks heilig leven omdat God heilig is. Heiligheid is iets wat God voor elke dag ziet. Niet alleen voor grote en speciale gelegenheden. Niet alleen voor op zondag, maar voor elke dag van de week. En heilig leven begint ook met de kleine dingen. Heilig leven begint bij het zien dat dit hoort in het dagelijks leven. En begint bij het willen leven naar Gods standaard, omdat God heilig is. En Jesaja heeft ons ook een prachtig. Stuk uitleg gegeven over heiligheid in Jesaja 57, 15. Want zo zegt de hoge en verhevene, die in eeuwigheid woont en wiens naam heilig is: Ik woon in de hoge hemel en in het Heilige. En bij de verbrijzelde en nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederigen, en om levend te maken het hart van de verbrijzelde omdat zijn naam heilig is, mogen we leren dat heiligheid de standaard is. Gods naam zegt namelijk wie Hij is. Het zegt hoe Hij is en hoe Hij dingen doet. En alles dat God doet, is gekoppeld aan zijn naam. Aan zijn karakter. Dat is ook waarom Gods naam zo belangrijk voor hem is. Dat is waarom Jezus de naam boven alle naam gekregen heeft in Filipensen 2. Dat is ook waarom Gods naam niet ontheiligd mag worden. En wat we dus zien dat we heilig gemaakt zijn, Hebreeën 13:12. We zien dat God heilig is. Maar God laat ons hier ook zien in Jesaja 57:15 wat hij van ons vraagt. Hij vraagt niet dat wij zelf de lat van heilig gaan halen. Omdat hij weet dat we dat niet kunnen. Hij vraagt van ons dat wij inzien dat we dat niet kunnen. Want hij wil dat de verbrijzelde en nederige van geest bij hem komen. Dat is wat hij wil. En God laat hier zien dat we het zelf niet kunnen. En dat wij mogen gaan inzien dat wij beseffen dat wij het zelf niet kunnen. Want hoe meer je beseft dat je hulp nodig hebt, hoe meer je ook om die hulp zal gaan vragen. En een heilig leven begint bij het besef dat je hulp nodig hebt. Dat je het zelf niet kan. En met die basis gaat hij aan de slag in je leven. De basis is dus dat wij inzien dat wij het niet zelf kunnen. Maar God zegt dat op een hele mooie en tegelijkertijd confronterende manier in Jesaja 57, 15. Hij spreekt over dat de verbrijzelde bij hem mag komen, of dat hij die bij hem woont. En de nederige van geest. Dat woord voor verbrijzelde is Dakka, dat is bron 2 in, in de videoomschrijving. En dat komt van een woord dat verpletteren, verbrijzelen of gebroken zijn betekent. En dat kan je in bron 3 vinden. Dat is hoe wij horen te zijn. Wij horen verpletterd, verbrijzeld en gebroken te zijn. Dat is hoe we bij God kunnen komen. Niet. Kijk mij het eens allemaal goed doen. Nee, Heer, ik kan het niet. U moet het in mij doen. U moet mij redden, want ik ben een zondaar. Dat is de staat van de mens die bij God mag zijn in zijn heiligheid. Niet iemand die alles zelf op orde heeft, maar de persoon die weet, ik heb het niet op orde, ik verdien het niet. Het is puur en alleen genade. God zegt daarnaast dat de nederige van geest mag komen. Het woord voor nederig is sapal in het Hebreeuws. Dat kan je in bron 4 vinden, wat wijst op een laag en op een nederige houding. Dit woord komt van sapel, dat is een afgeleide ervan. En dat sapel vind je in bron 5. En dat betekent laag worden of laag komen. Het betekent zinken of vernederd. En het idee is dus dat het gaat om iemand die klein is. Die zichzelf niet als groot of geweldig ziet en zegt: Nou heer, wat hebt u een geluk dat ik voor u gekozen heb? Wat mag u blij zijn dat ik tijd voor u maak, dat ik voor u wil leven? God wijst ons erop dat in zijn heiligheid hij niet op zoek is naar mensen die goed genoeg zijn, want wij zijn niet goed genoeg. In zijn heiligheid zoekt hij mensen die zichzelf zien als volledig afhankelijk van hem. Zijn perspectief is dat hij wil dat wij inzien dat we hem nodig hebben omdat wij tekortschieten. En wanneer we inzien wie hij is, dan zien we dat we zelf tekortschieten. En door hem te zien, zien we dat hij zoveel beter en hoger is dan dat wij kunnen voorstellen. Zien we dat hij heilig is en wij niet. En daardoor zien we onze eigen staat door hem te zien. En God gebruikt soms omstandigheden en lijden en pijn om ons te verbrijzelen zodat wij gaan inzien dat hij heilig is. Hij gebruikt omstandigheden en dingen om ons nederig van geest te maken, zodat wij bij Hem zullen komen zoals Hij het wil. Want wat we vaak zien is dat we een veel te hoog en goed beeld van onszelf hebben. En voor de duidelijkheid, ik ben niet uit op dat we onszelf moeten verachten, dat is ook niet wat het Woord ons leert. We hoeven onszelf ook niet te haten of alleen maar negatief naar onszelf te kijken, maar we moeten wel realistisch naar onszelf kijken. En de enige manier om realistisch naar onszelf te kijken is door onszelf te zien in het licht van wie God is. Niet jezelf haten of negatief of wat dan ook, maar Hem te zien in Zijn heiligheid en daardoor jezelf zien is waar ik het over heb. Want door Hem te zien ga je zien dat Hij totaal perfect en compleet heilig is. En door dat te zien, breek je. En ga je zien dat jij zelf heel klein bent ten opzichte van hem? Het gaat er niet om dat je jezelf haat, maar het gaat erom dat je ziet wie hij is. Een prachtig voorbeeld hiervan zien we in Jesaja hoofdstuk 6. In Jesaja 6, vers 1 tot en met 8. Jesaja, die schrijft daar: In het jaar dat koning Uzias stierf, zag ik de Heeren zitten op een hoge en verheven troon. En de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Seraf stonden boven hem. Ieder had zes vleugels. Met twee bedekte ieder zijn gezicht. Met twee bedekte hij zijn voeten. En met twee vloog hij. De een riep tot de ander: Heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. De deurpinnen in de drempel schudden door de stem van hem die riep. En het huis vulde zich met rook. Toen zei ik. Wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de here van de legermachten gezien. Maar een van de serafs vloog naar mij toe en hij had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met een tang van het altaar had genomen. Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei, Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei: Wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? Toen zei ik: Zie, hier ben ik, zend mij. Wat we zien hier aan Jesaja is dat hij zichzelf ziet in het licht van wie God is. Hij ziet dat hij tekort schiet ten opzichte van de drievoudig heilige God. En doordat hij ziet dat God heilig is, ziet Jesaja dat hij dat niet is. Hij ziet dat hij een man met onreine lippen te midden van een volk met onreine lippen is, zoals hij in vers 5 zegt. En wat alles voor hem verandert, is dat zijn ogen de koning, de Here van de legermachten, gezien hebben. Dit is wat een mens verandert. God zien voor wie Hij is. Gods heiligheid zien. En God wil ons onder andere door zijn heiligheid laten zien wie Hij is. En ons daardoor een juist zelfbeeld geven. Onderdeel van dat zelfbeeld is dat we inzien dat we hem nodig hebben. Jesaja zegt: Wee mij, want ik verga. Ik kan het niet. Ik sta hier voor een heilige God. En ik ben niet heilig, is wat Jesaja zegt. En wij hebben het nodig dat we God gaan zien voor wie hij is, wij hebben het nodig dat we gaan inzien dat we hem nodig hebben. En dit is waar Jesaja 11 tot en met 15 op gericht is. De lat op heilig leggen en laten zien hoe hoog dat is. Die lat is waar we aan moeten voldoen om in Gods aanwezigheid te komen. En God zegt: Je mag komen als jij verbrijzeld en nederig van geest bent. Dan mag je bij me komen en dan kan je mij in mijn heiligheid zien. God wil de, ge de geest van de nederige levend maken en Hij wil het hart van de verbrijzelde levend maken, heeft Hij ons in Jesaja 57 geleerd. God is niet bezig met het er even lekker invrijven en ons vernederen of ons neerdrukken en ons gewoon heel klein houden. Nee, Hij wil dat we zien dat we klein zijn en dat Hij ons verheft. Hij wil dat we zien dat we dit niet verdienen, maar toch van Hem krijgen, omdat Hij van ons houdt. En dit zelfbeeld staat lijnrecht tegenover wat de wereld ons leert. Want de wereld wil dat we van onszelf houden en een hoog beeld van onszelf hebben. God laat ons zien dat we eerst van Hem moeten houden en een hoog beeld van Hem moeten hebben. En dat we daardoor onszelf juist zullen gaan zien. En het woord roept ons trouwens nergens op om van onszelf te houden, omdat het woord weet dat we al van onszelf houden. Wanneer het woord zegt dat we onze naasten moeten liefhebben als onszelf. Dan gaat God uit van dat wij al van onszelf houden door hoe we voor onszelf zorgen, met onszelf bezig zijn, etc. En die zorg die we voor onszelf hebben, horen we ook naar de ander te uiten. Dat is wat daarmee bedoeld wordt. Maar wij moeten dus een bijbelsbeeld van onszelf krijgen, een bijbelsbeeld van God krijgen. En hoe hoger en meer bijbels ons beeld van God is, hoe meer bijbels we ook onszelf zullen gaan zien. En hoe meer we God zien voor wie Hij is, hoe meer we zullen inzien dat we afhankelijk van Hem zijn. En daardoor meer Bijbels gaan denken en Bijbels gaan doen. Nou, Gods doel is dat we bij Hem komen, dat we een relatie met Hem hebben, dat we die relatie onderhouden en dat we bezig zijn met God en met Hem dienen in elk aspect van ons leven. Voor Israël betekende, ze, betekende dat dat ze zich moesten houden aan de wetten van het Oude Verbond. Maar Gods doel hiermee was niet dat ze zelf zouden denken dat ze het allemaal wel voor elkaar konden krijgen. In Hebreeën hoofdstuk 7 vers 19 leren we over wat God met de wet wilde bereiken. Hebreeën 7 vers 19 zegt de wet heeft namelijk niets tot volmaaktheid gebracht, maar de totstandkoming van een betere hoop waardoor wij tot God naderen doet dat wel. En dit laat zien dat Jezus beter is dan de wet, beter is dan de priesters, beter is dan wie dan ook. En dat Hij degene is door wie we bij God kunnen komen. In Romeinen hoofdstuk 7 schrijft Paulus het volgende over de wet. Paulus zegt dan, wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat het begeerde zonde was als de wet niet zei, u zult niet begeren. Dit gaat over de zonde van het hart. Waar de wet in de breedste zin van het woord vooral gaat over onze daden, is begeren iets wat begint in je hart, wat misschien daarna tot uiting komt in een daad. Maar het begint in je hart, het begint met dat er daar dingen zijn die niet naar Gods wil zijn. En dat is wat we ons moeten beseffen, dat de wet ons laat zien dat wij tekortschieten. En wat prachtig is is dat de wet daarna nog een heel mooi doel heeft. In Galaten 3 lezen we daarover vers 21 tot en met 24. Is dan de wet in strijd met de belofte van God volstrekt niet. Want als er een wet gegeven zou zijn die in staat was levend te maken, dan zou deze of dan zou de gerechtigheid werkelijk uit de wet zijn. Maar de schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof in Jezus Christus. Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. En hier komt het: Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Door deze teksten heen zien we dat God de mens een perfecte wet gegeven heeft. Maar het doel was nooit dat wij die wet volledig zelf zouden houden, want dat kunnen wij niet. Romeinen 7 heeft ons laten zien dat God niet alleen op het uiterlijke, maar juist ook op het innerlijke ingaat. Dat het gaat om het hart. En God wil dat wij inzien dat ons hart zondig is en dat we daarom Hem nodig hebben. En de wet is perfect omdat de wet ons perfect laat zien wat de lat is en hoe wij zijn. De wet laat zien dat wij verlangen naar dingen die niet heilig zijn, die niet van God zijn. En door die wet horen wij in te zien dat we een redder nodig hebben. En zoals Romeinen 10:4 ons leert, de wet leidt naar Christus. De wet is onze leermeester geweest tot Christus hebben we gelezen in Galaten 3:24. En dat is ook wat de Joden misten waar we over kunnen lezen in Romeinen 10. Dat is wat wij echter niet mogen missen door onze studie in Leviticus heen. Door de wetten die we nog in detail gaan behandelen vanuit Leviticus 11 tot en met 15, gaan we zien dat wij dit niet kunnen. We gaan zien dat wij hartissues hebben die God wil tackelen, die God wil aanpakken en waar God ons wil helpen en leiden om heilig te leven. En we moeten inzien dat we in dit alles Jezus Christus nodig hebben. Want hij is degene die ons heilig maakt, Hebreeën 13, 12. Hij heeft betaald voor ons met zijn bloed, 1 Petrus 1. En door Leviticus heen mogen we meer en meer gaan zien hoe serieus God zijn eigen heiligheid neemt. En daarmee hoe serieus de oproep voor ons is om heilig te zijn zoals hij heilig is. En hoe beter we zijn heiligheid gaan begrijpen, hoe meer we zijn heiligheid gaan zien in alle aspecten en facetten die erbij horen. Hoe meer we gaan snappen wie Hij is en hoe meer we zullen willen leven naar wie Hij is. En hoe meer we dan ook zullen zien dat we als verbrijzelde en nederige mensen bij Hem moeten komen. En dat dit de enige manier is om te leven naar de standaard van heilig, naar Gods karakter. En wat God dus bovenal wil is dat je inziet dat je dit zelf niet kan, omdat de lat van heilig veel te hoog ligt. De lat ligt op Gods niveau, wat betekent dat we het niet uit onszelf kunnen. En daarom mogen we, zoals we door heel Leviticus heen leren, terugvallen op God. God wil het willen en het werk in ons doen, zegt Filippenzen 2.12. De Heilige Geest wil jou leiden om Zijn Woord uit te voeren, Ezechiël 36.27. En God heeft ons nog iets anders prachtigs gegeven waar we over lezen in Efeze hoofdstuk 4. Ook wat ook te maken heeft met Gods heiligheid. Maar zo, schrijft Paulus, vers 20 hebt u Christus niet leren kennen, als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u wat betreft de vroegere levenswandel de oude mens aflegt die te gronden gaat door de misleidende begeert en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Wat God ons leert is dat wij een nieuwe natuur hebben gekregen. Die hoort bij onze nieuwe schepping zoals 2 Korinther 5,17 ons dat laat zien. En die nieuwe natuur is geschapen in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dat betekent dat wij, wanneer wij nieuw gemaakt worden door God, door de wedergeboorte, dat we mogen weten dat Hij ons heilig gemaakt heeft. Dat is wat Jezus gedaan heeft in Hebreeën 13. En die nieuwe natuur is dus al heilig en wij mogen dus leren leven naar die nieuwe natuur. Heel vaak vragen we aan God: Heer, verander mij. Maar dat veranderende werk heeft Zij al gedaan. Wij mogen alleen nog leren om keuzes te maken op basis van de nieuwe natuur in de plaats van de oude natuur. We mogen anders leren denken in de plaats van een nieuwe en eh, nog een vernieuwing ondergaan. Romeinen 12, 2 zegt dat we hervormd moeten worden door het vernieuwen van ons denken. Die hervorming heeft God al gedaan, dat vernieuwen is al gedaan, we mogen er alleen nog aan leren leven. Ons denken, ons doen en ons laten horen te matchen wie Hij is en hoe Hij ons nieuw gemaakt heeft. Dat is het goddelijke wonder en dat is Zijn werk in ons. Maar God, zoals gezegd, heeft ons nog veel, veel meer hulp gegeven. Hij heeft bijvoorbeeld in Ezekiel 36, wat ik al aanhaalde, gezegd dat de Heilige Geest het volgende wil doen. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Praktisch heilig leven in het dagelijkse leven kan alleen door de heilige geest. Hij wil jou leiden, hij wil jou dragen, hij wil jou sturen om heilig te leven naar Gods wil. In 1 Thessalonicenzen 5, vers 23 schrijft Paulus het volgende. En mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen. En mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus. En vers 24 erbij is prachtig. Hij die u roept is getrouw. Hij zal het ook doen. Wat we hier zien nogmaals is dat God zelf jou wil leiden om heilig te leven, dat God zelf jou wil heiligen. Je mag Hem hier dus om vragen dat je ook meer en meer heilig gaat leven in alles dat je doet. Hij wil je dan ook leiden. Hij wil je bewaren om heilig te leven voor en door hem. En een laatste iets wat we kunnen zien, en er zijn er meer, maar dit vond ik goed bij passen. Heilig hen door uw waarheid, uw woord is de waarheid. God Gebruikt primair zijn woord om ons te heiligen. Want door zijn woord heen wijst hij ons op wat wel en op wat niet naar zijn wil is. Door zijn woord heen laat hij ons zien wat zijn standaard is. En door zijn woord heen laat hij ons zien wat hij voor ons heeft en wat hij voor ons wil. En dat woord moet daarom ook rijkelijk in ons wonen zoals Colossense 3.16 ons leert. Zodat we zullen zien wie hij is, wat zijn standaard is en wat hij ons geeft om heilig te leven naar zijn standaard. En al deze dingen, de Geest die in ons woont, God die ons zelf wil heiligen, zijn Woord helpen ons om het onderscheid te maken, zoals we in Leviticus 10 vers 10 gezien hebben, om te zien wat wel en wat niet heilig is, om dat zelf te leren en te leren toepassen, om dat richting een ander toe te passen, om te horen wanneer een ander vanuit Gods liefde met ons praat. En God wil ons dan ook helpen, dragen en leiden om voor Hem heilig te leven. Nou, het zien van Gods heiligheid, onder andere en de, de lat van heilig in Leviticus 11 tot en met 15, wordt een oproep van God aan ons op te leveren. Namelijk, wees heilig, want ik ben heilig. God zegt niet voor niets dit in vers. 43 tot en met 45 van Leviticus 11. U mag uzelf niet tot een afschuw maken met al die kruipende dieren die zich voortbewegen. En u mag zich, of die zich zo voortbewegen, sorry. En u mag zich daarmee niet verontreinigen zodat u daardoor verontreinigd wordt. Want ik ben de Heer uw God. U moet zich heiligen en heilig zijn, want ik ben heilig. U mag uzelf niet verontreinigen met al de kruipende dieren die zich over de aarde voortbewegen. Want ik ben de Heere die u uit het land Egypte heeft laten vertrekken, opdat ik u tot een God ben. U moet heilig zijn, want ik ben heilig. God legt hier dus uit, over, in zijn uitleg over de dieren die wel en niet gegeten mogen worden, dat hij heilig is. Hij geeft aan dat heilig de lat is, heilig de reden is, en dat heilig ook is waarom er onderscheid gemaakt moet worden. En Christen, dit is en blijft dus de standaard die God neerlegt. Het is niet voor niets dat Petrus Gods oproep tot heiligheid herhaalt in het Nieuwe Testament. Puur en alleen al omdat Petrus dit doet, weten we dat Gods standaard niet veranderd is. Dan hebben we nog niet eens dus zo ingezoomd op dat God zelf onveranderlijk is. We mogen leren om onderscheid te maken zoals Leviticus 10. Dat laat zien, zoals we ook zien in 1 Petrus 2. We horen in te gaan zien wat wel en wat niet heilig is, zodat wij apart gezet voor God zullen kunnen en gaan leven. En dat onderscheid maken hoort bij het zijn van iemand die meer en meer en meer op Jezus Christus gaat lijken. Laten we de Heer dus ook vragen om ons te laten groeien in het op Jezus lijken. Dus, christen, hoe zie jij God? En zie jij God als heilig en leef je daardoor ook alsof hij heilig is? Of zie jij God als minder dan heilig en leef je daardoor ook naar dat hij niet heilig is? Je daden laten zien wat je gelooft en vraag God dus om je hart te doorzoeken en om je te laten zien waar jouw standaard afwijkt van die van Hem. Hij is heilig, zijn woord is heilig. Laat daarom ook heilig de lat van jouw leven zijn. In totale afhankelijkheid van God. Gods standaard is heilig en dat hoort dus voor alle christenen altijd de lat te zijn. Je kan en je mag Gods karakter beter leren kennen. God is heilig, Christen. En hoe meer je hem leert kennen, hoe meer je zal zien dat hij heilig is. En hoe meer je zal zien dat hij. Of sorry dat je van Hem afhankelijk bent en wat Hij voor je heeft, zodat je heilig kan leven en afhankelijk van Hem kan leven. En Christen God heeft je alles gegeven dat nodig is om heilig te leven. De Geest kan en wil jou leiden om dit ook te doen. Zijn woord heeft Hij gegeven om jou te helpen om onderscheid te maken. Hij is de God die jou geheel en al wil heiligen. Dus vraag Hem dat. Nogmaals 1 Petrus 1, vers 15 en 16. Zoals hij die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven: wees heilig, want ik ben heilig. Laten we bidden. Heere God, we danken u voor uw woord. Dank u wel dat u het door uw woord heen laat zien wie u bent. Dank u wel dat u laat zien dat u die heilige God bent en dat wij mogen leren leven naar het feit dat u heilig bent. Dank u wel, Heere, dat we mogen inzien dat U trouw en genadig en goed en barmhartig bent. En dank u wel dat U wil laten zien wie U bent, zodat wij zullen inzien dat wij heilig horen te leven en wat U ons gegeven hebt om heilig te leven. Heere, help mij alstublieft, help ons allemaal om heilig te leven naar Uw standaard. Om heiligheid als standaard voor ons leven te hebben in alles. En Heere, Vergeef ons waar we de standaard van heilig niet hanteren, waar we met minder genoegen nemen. Here, leid ons om heilig te leven, heilig te denken in alles dat we doen. Heren, doe uw wil alstublieft in en door ons heen. Het vragen we in Jezus' naam. Amen. Als je de video's bijbelgetrouwig goed vindt, klik dan op de like-knop op het duimpje. Dat helpt heel erg met het aanraden van de video's naar anderen. Uh, vanwege de algoritmes van YouTube en Google. Klik op de abonneerknop als je meer video's wil ontvangen hiervan. Klik op het belletje zodat je notificaties ontvangt wanneer nieuwe video's uitkomen. En vertel broeders en zusters ook over dit kanaal. Een mond-tot-mond -mond reclame blijft het beste. En het gaat er dan om dat meer mensen Bijbels denken zich eigen maken. Dat meer christenen de lat van heilig gaan inzien. En heilig zullen gaan leven in het dagelijks leven, omdat hij. Heilig is.